Ja, jullie hebben het vast en zeker al gemerkt, maar buiten is er weinig te merken van de winter. Want de winter voorlopig blijft uit. En toch is er een Britse wetenschapper die waarschuwt voor een mini-ijstijd die er zit aan te komen, wat tot extreem strenge winters kan leiden. En bij mij zit Robrecht Leenaars van de Cosmodroom in Genk. Heel goedemiddag. Dag Maarten, goedemiddag. Ja, de zon is wat lui naar het schijnt. Dat klopt ook inderdaad. Hè. De zon, we zullen eerst eens beginnen met uitleggen wat de zon eigenlijk is. Hè. De zon is een ster, geen brandende vuurbal zoals veel mensen denken, want in de ruimte is geen zuurstof. Want dat gaat dus niet lukken. Hè. Je hebt zuurstof nodig om vuur te hebben en dat werkt niet. Het is een hele hete gasbol. Ja. En je kan die ook bekijken. Hè. Je mag dat nooit met blote oog doen natuurlijk. Altijd je goed beschermen. Mm-hmm. Maar als je naar de zon kijkt, dan zie je daar toch wel iets speciaals op. Hè. Onze zon heeft een typische wit-gele kleur. En op dat oppervlak, witte oppervlak, zie je soms vlekken. En dat aantal vlekken, dat is eigenlijk een maat voor de activiteit van de zon. Maar het zijn niet heel veel vlekken, want je hebt de foto doorgestuurd. Ja, uiteindelijk, je ziet een paar puntjes inderdaad staan. Maar dit is de zon van deze ochtend. Hè. Het is een redelijk recent beeld. Ja, ja. Ik heb nog rap opgezocht via de NASA. SDO is een geweldige satelliet. Die maakt prachtige beelden van de zon. En hier zie je dan inderdaad een aantal zwarte puntjes. Nu, dat aantal puntjes dat verandert. Okay. Dat is niet altijd evenveel. En hoe meer zwarte vlekken je hebt, hoe actiever de zon. Ja, en wat wil dat zeggen, die activiteit van de zon? Of wat doet dat met de aarde bijvoorbeeld? Wat doet dat met de aarde? Wel, dat is dus een beetje de theorie die hij zegt dat als je meer activiteit hebt, als de zon echt actief is, dat een invloed zou hebben op het weer en de temperatuur op onze aarde. Nu, die theorie, laten we daar nog een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, ja. Want we kennen dat systeem van de zon eigenlijk, het ligt allemaal te verklaren aan het magnetisch veld. Maar we kennen dat systeem nog niet heel erg goed. En we hebben ook nog niet zo heel veel jaren data van die activiteit van de zon. Dus je moet toch een beetje opletten voordat je dan de link legt naar echte resultaten op aarde. Ja. Ook. Dus nu hebben we deze foto, dat geeft het allemaal nog een beetje anders weer. Hè? Dit is de zon dan in een andere golflengte en alleen het rode licht overgehouden. Waarom heb ik die foto doorgestuurd? Omdat je dan vooral aan de rand zie je daar die uitbarstingen. Ja, hè, waar je zo vlekken hebt, heb je meestal uitbarstingen. Ja, je ziet activiteit van de zon. Hier is dat natuurlijk heel erg duidelijk. Mm-hmm. Je ziet dat nog beter in dat filmpje. Hè. Dit is dus echt het magnetisch veld dat zo sterk is dat er materiaal van de zon via die magnetische lijnen gaat bewegen. Dus de zon spuwt iets weg en wordt meteen terug... Wordt ook opgevangen, maar soms zijn die explosies... Je moet dat echt voorstellen als miljoenen kernbommen die tegelijk afgaan. Dat is een enorme kracht. En soms heb je dan ook zonnemateriaal dat de ruimte ingaat. En dat kan dan ook op aarde terechtkomen en dat geeft dan dat hele mooie poollicht, hè, wat we soms nog wel eens kunnen zien. Ja. Bijvoorbeeld met een hele grote vlek van vorige maand was er ook een waarschuwing voor poollicht. Ja, dat we dat zelfs hier konden zien. Ja, hè? En daar zie je dan ook rechtstreeks het effect, hè, wat die zonnedeeltjes eigenlijk hebben op onze atmosfeer. Ja. En daardoor zijn ze ook op theorieën gekomen van dat daar ook effect zou zijn op weer. Hè. Bijvoorbeeld, als er zo heel veel zonneactiviteit is, dan zouden er veel damdruppeltjes zijn, waardoor je veel wolken hebt, wat dan de aarde ook een beetje zo afkomt. Maar je zegt, dat schijnt zo te zijn, maar dat is nog niet helemaal... Niet heel duidelijk, nee. Dus ik moet de studie daar een beetje nuanceren. Ja. We hebben nog niet genoeg datamateriaal eigenlijk om daar echt iets over te kunnen zeggen. Mm-hmm. Want die vlekken, dat gebeurt in een cyclus. Hè. Dat duurt 11 jaar. Je ziet het daar, dit is nu de vorige cyclus. Omdat die waar we nu in zitten nog niet volledig afgelopen uiteraard is. 1996 begonnen, hè, ongeveer 11 jaar, 2006 afgelopen. En je ziet, in het begin heb je daar bijna geen vlekken, geen activiteit op. Maar dan in 2001 en zeker in 2002 zie je dat er heel veel aan het gebeuren is op de zon. En wat merken we nu met deze cyclus, is dat de activiteit iets lager ligt. Dan de vergelijking dan de vorige met... En dat het dus iets minder is. En hij concludeert daar dan uit dat, dat de volgende misschien zelfs nog lager zou kunnen zijn. En hier zie je dat verloop van een aantal cyclussen. Mm-hmm. We zitten daar nu in 2010 voorbij en je ziet dat die piek inderdaad een stukje lager ligt. Ja. Maar omdat we dat systeem nog niet echt goed begrijpen, is het toch wel een beetje gevaarlijk om dan al echt grote projecties naar de toekomst te maken en al te besluiten dat we naar een ijstijd gaan. Hij kan gelijk krijgen natuurlijk. Het, wel aan, natuurlijk. Ja, het is ook al gebeurd in de geschiedenis. Je ziet hier een aantal gegevens van het SIDC. Dat is het Centrum voor Zonnewaarneming. Ja. En dat ligt in België, in Ukkel. Dus dat wordt hier allemaal verzameld. Hè. En ze hebben een grafiek van 1700 tot nu. En je ziet dat daar inderdaad wel periodes zijn waar de activiteit van de zon minder kan zijn. Ja, maar ik heb me laten vertellen dat de opwarming van de aarde die ijstijd wel zou kunnen
Ja, een beetje afremmen. Ja, het zou een goede zaak kunnen zijn als de zon nu wat minder actief wordt. En als inderdaad ook klopt dat we dan naar lagere temperaturen gaan, dan zou dat een klein beetje kunnen compenseren voor de opwarming van de aarde die naar veel wetenschappers wij toch wel veroorzaken. Ja, maar uiteindelijk moeten we schrik hebben dat we in een ijstijd terecht gaan komen. En wat is een ijstijd? Over welke temperaturen spreken we dan? Dan spreek je toch over... Het gaat hem vooral in extremere situaties. Uw winters zullen dan echt wel kouder worden en uw zomers iets minder warm. Gemiddeld is dat dan een graad, anderhalve graad minder. Dat lijkt weinig, maar voor bepaalde streken kan dat toch wel behoorlijk effecten hebben. Ja, als ik aan de ijstijd denk aan Ice Age. Ja, en dan mammoeten en sabeltandtijgers. Ja, maar die zijn er niet meer, gelukkig. Nee, daar zitten we wel... Ja, ik denk niet dat er zit aan te komen. Oké, maar dus we moeten het met een korreltje zout nemen wat die Britse wetenschapper... Beetje afwachten nog. Hè. Laten we zeker kijken wat de volgende zonnecyclus doet en dan kijken of daar inderdaad echt iets aan de hand is. Het is moeilijk om echt projecties te maken naar lange termijn. Oké, maar het is allemaal wel een beetje duidelijker. Dankjewel. Die je toch bent. Rosetta zou uit haar winterslaap zijn. Ja, en dan hebben we het niet over een vrouw. Niet over een vrouw, ook niet over die steen in Egypte. De satelliet is er wel naar genoemd trouwens. Hè, die Rosetta-steen die er in de wetenschappers mogelijk maakte om eindelijk het Egyptische script te ontcijferen. Ja. Wel, ze hebben die satelliet ook zo genoemd, want met die satelliet hopen ze eigenlijk de beginjaren, de geboorte van ons zonnestelsel te gaan bestuderen. Ja, wat Hoe gaan die... ze dat doen? Ja, ja. Ze hebben in 2004 Rosetta gelanceerd. Hè, die heeft al een paar asteroïden bekeken, planetoïden bezocht. Maar eigenlijk willen ze die laten landen, tenminste een sonde van Rosetta, Philae, dat is dan nog eens een kleiner satellietje dat meereist, op de rug van Rosetta, willen ze laten landen op een komeet. Churyumov Gerasimenko. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Ja, ik heb ook geoefend, maar... Als je nu niks gezegd had, ik had niet gezegd van... Die uitspraak is niet helemaal juist, hè? Ja, fijn. En ze hopen dus dat die missie, dat in augustus van dit jaar, zou Rosetta moeten aankomen. Dan moet Philae landen en dan gaan ze uitgebreid onderzoek doen van een komeet. Ja. Terwijl die de zon nadert en ook om de zon heen gaat. Want herinner u, eind vorig jaar, toen was er heel veel te doen over een komeet. Ja, ja. Die er prachtig uit ging zien en die dan een beetje met een sisser afliep. Ja, wel, we hopen dat nu beter te gaan begrijpen en dan toekomstige voorspellingen ook beter te kunnen doen. Maar nu, Rosetta is ontwaakt, dus dat wil zeggen dat die op zonne-energie vliegt of zich activeert eigenlijk? Heeft nu de zonnepanelen gericht op de zon en heeft dus nu voldoende energie om ook terug aan de slag te gaan. Hè? Ja, maar dat is 2,5 jaar niet gelukt dan? Ze hebben die eigenlijk in een winterslaap gehouden. Ze hebben die maar beperkt gebruikt om een paar opnames van Mars te maken, bijvoorbeeld. Hè. Want die satelliet heeft niet braaf rond de aarde gecirkeld. Ze hebben die naar Mars gebracht om die te versnellen. Terug langs de aarde om ze nog eens te versnellen. En dan al een aantal planetoïden te onderzoeken. En nu gaat ze dan echt op weg naar de komeet. Fantastisch, geweldig. Ja, dat is geweldig. Je vertelt dat allemaal goed. Is er binnenkort trouwens in de Cosmodrome nog iets te doen? We hebben sowieso een aantal wat extra informatie over Rosetta. Als er mensen zijn die daar graag iets over weten, mogen ze altijd eens bellen. Ah, of als ze na een film bij ons er zijn, dan willen we altijd wel graag wat extra informatie. Dat is een goede tip geven. Om sowieso toch nog eens naar Cosmodrome te komen. Voilà, zeer goed. Ja.